Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Blade Winter terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Mega Man 5, waar ik oh zo'n plezier in heb. In de vorige aflevering hebben we Proto Man Castle, fake Proto Man Castle moet ik zeggen, gehaald. En in deze aflevering, waarschijnlijk de finale, gaan wij dus een Dr. Wily's Castle stage. Zoals je ziet, al je wapens blijven leeg. Ondanks dat je dat ene kasteel gehaald hebt. Dus ik denk dat ik hier gewoon even mijn M-tank in gooi en tot alles dus weer netjes gevuld is, aangezien dat het een nieuw kasteel is. Dus dan is alles weer mooi gevuld. Wat wel weer fijn is. En dan gaan we dus verder. Dat ziet er eigenlijk eng uit. Ik ga dit niet doen. Oh kijk, een M-tank. Hoe heb ik die kunnen missen? Oké, sorry. Ja, ik wist dat daar een M-tank zat. Dat hebben ze expres denk ik gedaan. Omdat je dan toch twee castles hebt waar je dus naartoe moet. En zo moeilijk is deze... Goeie mensen blijven dus aan deze kant. Prima. Be that way. Game. Flik zelf mooi. Tuurlijk, jij kan er wel gewoon overheen lopen. Waarom? Spikes op spikes. Dus als ik Spikeman was geweest, dan had ik ook gewoon tegen die needles kunnen lopen of zo. Weet ik veel hoe dat werkt. Maakt niet zoveel uit. Goed. Sorry daarvoor. Ja, ik drink tussen deze afleveringen door. Drink ik wel genoeg. Dus alsjeblieft maak je daar geen zorgen over. Want nogmaals. Zoals jullie weten, het is warm. En... daar ga ik niet de hele tijd over lopen klagen bij de volgende Let's Play. Want de volgende Let's Play, daar heb ik weer genoeg om over te praten. Dus maak je daar absoluut geen zorgen over. Maar aangezien dat we hier nou dus in Wily's Castle zijn... zie je dus zeg maar dat het gebruik van spikes weer flink toe is genomen. En dat er dus zeg maar heel erg veel vijandjes hierin zitten. Sorry. Dat was niet mijn bedoeling. Maar dat maakt niet uit. Dus dan gaan we hier gewoon naar boven toe. En zoals je dus ziet... sommige... platforming dingen die ze er dus weer hebben toegevoegd. Het is natuurlijk weer een stuk moeilijker gemaakt zoals dat we gewend zijn. Ik pak het onderste wekentje wel. Ik ken nou eigenlijk wel de superhero gebruik. Maar ja, als je die als rush dinges gebruikt, dan... gebruikt dat gelijk al het energie. En je ziet die slowdown gewoon van de 8-bit generatie. En op zich is er niet echt iets verkeerds mee. En oh, we hebben weer dit. Herinneren jullie dit nog van Mega Man 4? Dat we dit dus ook hadden in Mega Man 4. Dat is hier gewoon weer teruggekomen. Praktisch eigenlijk exact hetzelfde. Oké, dan gaan we gewoon hier doorheen. Jij bent nogal gemeen geplaatst. Hoppakee. Op zich is... dit is niet zo creepy. Dus ik valt het wel mee. Ik bedoel, ja. Ik heb enger meegemaakt. Dat was zelfs dit bijvoorbeeld. Maar die wil dus zeggen dat op het moment dat je hier dus zeg maar die twee... of gaat hij helemaal... ja, gaat helemaal naar beneden. Oké, nou. Go. Go. Stop. En go. 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 Dat ging me net goed. Hey, kuik. Ik ben een kip. Robokip. Geen Robocop, maar een Robokip. Maar oké, voor de mensen die Robocop kennen, die snappen de grap wel. Voor de mensen die niet kennen, sorry. Zo. Ik weet niet, ik zag Robocop vroeger altijd eigenlijk als Mega Man. Ik weet niet waarom, omdat het was een robot en hij kon dus zeg maar... hij gebruikte een pistool en niet een ingebouwd wapen of zo. Oh, die was nice. Ik moet vaker zo gebruiken. Oké, nou. Kan ik het nog een keer? Oh, jullie doen sideways. Ik dacht ik time perfect. Hier hebben we. Nee? Auw. Wil je niet schieten? Dank je. Oké, wat wordt onze eerste robotbaas? Want Dr. Wily bazen die waren normaal gesproken altijd wel heel erg interessant. Ik ben wel benieuwd wat we hier hebben. Oh ja, dit beest. Dit beest dat is best wel bekend vanwege zijn... wegens de Angry Video Game Nerd. Die heeft hij toen een glitch mee gehad. Ik weet niet of deze nou echt eigenlijk een zwakte heeft of iets. Maar wat je dus wilt doen is je wilt die plateautjes gebruiken. En zo wil je dus eigenlijk zijn hoofd raken. Om zo eigenlijk schade aan hem te doen. Die spikes aan de zijkant, het is geen instant death. Dus daar hoef je niet echt bang voor te zijn. Maar je wilt dus wel uitkijken voor die klote robotjes die dus zo op en neer schieten. En ik dacht dat we daar eigenlijk eventjes... Poep. Oké.
Dus op zich, het is een creatieve baas. Je hebt dus echt, zeg maar wel... tactics nodig om hier dus, zeg maar, doorheen te komen. En als je geraakt wordt... Weten jullie nog dat ik er zei over dat... als je geraakt wordt, dat je dan, zeg maar, je power blast kwijt bent? Hierom is dat zo irritant. Je hebt maar een kleine kans om hem te raken. En op het moment dat je hem dan kan raken en je Megabuster is volledig opgepowered... Dan succes met hem dan om dan ook daadwerkelijk te raken. Kom op, kom nog maar één keer. Ja. Ik denk dat de Megabuster gewoon er het makkelijkst bij is. Omdat je hier dus echt gewoon... Ja, met tactischheid moet winnen. Dus vandaar. Laat het daar gewoon op houden. Oké, dus we hebben de eerste stage gehaald. Zonder faal. Daar sta ik van te kijken. Heb ik een faal gehad? Oh jawel, in het begin. We hebben in het begin die spikes geraakt. Zorg maar ervoor gewoon een lame death. Ik kan het veel zeggen, maar dat was gewoon een lame death. Vlieg, nummer 3.0. Ik heb al twee gemold ondertussen, tussen de opnames door. 3.0, die was irritant, hè? Ja. Oké, level 2. Ik ben benieuwd, wat hebben we hier? We hebben hier van die ceiling mines, oké. Vallen we hier weer naar beneden toe. Ceiling mines op zich zijn niet zo'n probleem. Ik bedoel, we hebben maar één kogel nodig om eigenlijk neer te schieten. Deze. Ik ga hem één keer proberen zonder, maar deze sprong is de meest gemene sprong die dit spel heeft te bieden. En ik haal hem. Oké. Serieus, probeer het maar eens een keer na. Die sprong, iedereen die kent die sprong, zeg maar, als dé gemene sprong van dit spel. Goed. Nou, dan zit het onder water. En volgens mij herinner ik me deze. Volgens mij is dit dus, zeg maar, een level, zeg maar, die een stille hint had. Ja, goed zo. De hint, zeg maar, die de final boss weg gaat geven van dit level... moet je eigenlijk dus goed opletten bij de vijandenplacement. Tenminste, ik dacht dat deze was. Of dat is een boss uit Mega Man 4 dat ik ze nou door elkaar haal. Maar volgens mij was dat toch echt Mega Man 5. Dus ik begin nou zelf gewoon een keihard te twijfelen. En dat moet je niet doen. Hi, au. Sterp. Raak mij niet twee keer. Ik serieus. Oké. Bombouwen. Doef. Nee! Volgens mij was dat toch echt deze. Want we hebben hier dus, ja. Ik zeg het wel dadelijk, zeg maar, als we dan de stage hebben gehaald. Maar dat vind ik echt heel erg creatief bedacht van deze stage. Ik weet zeker dat het deze stage. Als ik hierboven kom. Even kijken. Volgens mij is dat toch... Ja, dat is deze stage. Definitely. Bekijken jullie maar. Ik negeer jullie. Ik ben er gewoon stil van. Nee, dat is deze stage niet. Dat is gek. Ik dacht toch echt dat deze stage was. Huh. Welke stage dat ik dacht dat het was, dan heb je dus, zeg maar, zo'n gigantische boss hardhead. En dan heb je dus, zeg maar, een stage lang heb je niks anders dan hardheads. En ja, die heb je dan, zeg maar, in alle vormen en maten. Dus je hebt dan de hardhead, zeg maar, van onder water. De helikopter hard heeft, maar volgens mij was dat dan toch in Mega Man 4. Daar snap ik waarom dat ik deze Mega Man niet leuk vond, omdat creativiteit een beetje te zoeken is. Daar is het gewoon lekker maar in het volgende level, en dat ik hier dus maar nou compleet belachelijk zat te maken. Hey, doofus! Auw. Weet je wat, ik ga hem gewoon hier staan. En ik pak gewoon eventjes de Power Stone. En ik schiet jou gewoon. En ik krijg you lose. Oftewel, een reactie, of een mailtje. Kan van alles zijn. Volgens mij moest ik hier Rush Jet gebruiken, dus laat ik hier mijn Rush Jet dan ook gebruiken. Ta-ta-ta-ta-ta-as! Het is de eerste keer dat we Rush Jet zien. En nog zo'n maloot. Ik moet niet onder jou heen springen. Nee. Jij blijft hier gewoon staan, hè. Oké, Power Stone! How stoned can you be? Ik vind het jammer dat ik hem met twee stones kan raken per keer. Dit gaat even duren, volgens mij. Oh, dit is leuk bij een spel. Het enigste item wat ik kan gebruiken om boven me te schieten. Leuk, joh. Oké, welke baas hebben we hier? Ik weet niet, ik vond die baas wel Mega Man 4. Oh, jij. Waar was jij ook alweer zwak voor? Gyro Attack? Tenminste, dat denk ik. De enige manier waar je hem echt maar kan raken is op het moment dat hij zijn flappies open doet. En auw. Ja, in ieder geval hij is zwak voor Gyro. Dat is overduidelijk. Oké, dus hij heeft een makkelijk patroon. Schiet kou om ballen, zoals het wel een paar keer heb ik... Ik gebruik een E-tank.
Ik wil een E-tank. Ik heb die wel een paar keer per ongeluk gehad dat ik per ongeluk dan de M-tank gebruikte. En dan bouw je als een stekker. Oké, nou. Nee! Nou ja, ik kan eventjes dat gebruiken om door jou heen te springen. Waarom niet? Nou, mag ik jou nog één keer raken? Ik zal je heel erg op prijs stellen. Dankjewel! Next! Ik bedoel, weten jullie nog in Mega Man 4 dat hele kamerding wat uit drie parts slide en weer terug slide en dan zeg maar op zo'n moment dat je dan zeg maar in die kamer moet komen en dan iets moet raken? Die vond ik echt gaaf. Dat was echt een van mijn lievelingsbazen bij Mega Man 4. Ik bedoel, ik vind die ene die we dan bij Mega Man 5 hadden, die eerste, die vond ik wel creatief. Maar deze, dat is dan weer zo van, ja. Yeah. Oké, dit is een heel kort level met een E-tank. Nou ja, ze zijn in ieder geval vriendelijk genoeg voor de E-tanks. Waarom ook niet? Wauw. Wow. Volgens mij zitten we al bij de bazenkamer. Oké. Prima. Oh, Gravity Man. Nou oké, Gravity Man die was dus zwak voor... ik zal het jullie laten zien. Star Crash. Als je Star Crashes hebt, wil je dus zeg maar bij hem dicht in de buurt zijn. En zo wil je dan zeg maar non-stop hem raken. Dit is praktisch alles wat je doet. Njong. 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 En poep. Dankjewel. Next please. Wat ik wel jammer vind is dat ze hier dus zeg maar niet een aparte kamer hebben gemaakt, maar dat je gewoon dus zeg maar echt in de stage terugkomt als waar dat je eerst in stond. Zoals je dus zeg maar ziet. Je bent echt weer in de stages zeg maar, van part 1 en 2 die we dus zeg maar, net al gehad hadden. Spring eens mijn kant op, jongen. Yay! Spring nog eens een keer mijn kant op. Niet schieten naar mij, hè? Mag niet, hè? Dan mag ik alleen. Kom hier. Ik ben te ongeduldig. Dankjewel en doei. Volgende, please. Ik moet ook zeggen dat deze bazen niet echt moeilijk waren. Er is maar eentje waar ik echt moeite mee heb gehad. En voor de rest zijn ze eigenlijk best makkelijk. Ik bedoel hier, stone. Oef. Het heeft niks te maken met dat ik hun zwakheden tegen hun gebruik ofzo. Want sommige heb ik echt gewoon... De meeste heb ik eigenlijk met de megabuster gedaan. Maar ik bedoel gewoon van, ja... De items die zijn lastig te gebruiken. Ze werken niet echt allemaal soms mee in je voordeel. Ze zijn allemaal eigenlijk best, ja, lame. Dus ik eventjes te denken, wat is jouw zwakte nou ook alweer? Want volgens mij... Is jij B? Omdat bij jou zeg maar dan de ster kracht verdwijnt. Ja, bij jou is het echt de B. Volgens mij was jij heel erg makkelijk met... Wauw. Epic boss! Such wow, zo moeilijk. Oké, nou ja. Next. Ik weet niet, ik vind dit echt... Ik denk als je Mega Man's op gaat noemen van wat is de beste, wat is de slechtste. Ik denk echt dat ik deze op mijn lijst neer zou zetten als slechtste Mega Man. Ik bedoel, Mega Man 6 die heeft tenminste nog een beetje originaliteit. En ik wil jou eigenlijk als taalwedstrijd wil ik jou eigenlijk verslaan. Dus ik geef jou eventjes een beetje gewone aanvals... Schade. Auw. Weet je wat? Nou heb ik het gehad. Achie! Deze Nies had een vertraging van ongeveer 6 seconden. Nog 3 te gaan. Ik vind deze robotmeesters vind ik ook echt niet dat ik me eigenlijk goed herinner ofzo. Ik bedoel... Ze zijn sowieso... Ze hebben niet echt karakter. Ik bedoel, sommige Ik hoop dat jullie wel een beetje begrijpen wat ik bedoel. Ik vind de meeste die we dus zeg maar hier aan het battelen zijn op het moment, gewoon, ja, ze stuiteren rond, hebben een standaard aanval en dat is het enige wat ze doen. Ik bedoel, het lijkt wel alsof deze echt gewoon zo hard geforceerd is om gemaakt te worden. Ik bedoel, er is hier geen één karakter waarvan ik zeg zo van, ja, die herinner ik me. Geen één! Op deze dan na, aangezien dat we hier de double death hadden. Die ik super grappig vind. Dan mag je hier gewoon om doorslijden. Yay! Hoi.
Ik weet niet waarom dat ik hier de hele tijd problemen mee blijf houden. Maar ik weet wel, ik ga gewoon van hem af en dan zo en dan schiet hij ze weer. Ik denk dat ik zijn patroon nou eindelijk een beetje door heb. Met een keer tijd. Ik bedoel, zo moeilijk zijn hun patronen niet. Kom op. Ik ben gewoon super noob in dit spel. Dat kan natuurlijk ook. Oh boy. Oh, die was nice. Die was nice. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Beetje niceheid. Oké, wat is de volgende? Nou ja, degene die we nog niet hebben gehad. Toetman! Nou, zoals ik al zei, we hebben dus één zwakte niet gehad. En deze is gewoon verschrikkelijk. Deze moet je dus... Zijn zwakte is Power Stone. Zie hoe je hem moet raken met Power Stone. Ik ga dat niet doen. Screw it. Oké. Oh ja. Tuut. Doe stuut. Tuut. Hij is zo makkelijk. Oh. Ah, probeerde me daar eventjes van mijn... Ei! Dat maakt niet. Ik schoot de verkeerde kant op en... Waarschijnlijk was hij gewoon zo enorm verbaasd van mijn acties. Oh ja, de Crushinator. Dit is de enigste, zeg maar, waar je dus, zeg maar, een instant death plateau hebt. Wat je wilt doen is, je wilt er dus voor zorgen dat hij zijn helmpje open doet. En op het moment dat hij zijn helmpje open doet, wil je dus gewoon naar de andere kant springen. Dat is eigenlijk alles wat je hier op te doen. Wachten tot zijn helmpje open gaat. Hem raken. En wachten tot hij dat nog een keer doet. Dat is alles. Soms hoef je nog niet eens naar de overkant toe te springen. Dit is geen baas. Dit is kinderspel. Gewoon bij de spike staan. Kijk of je op tijd uit op de way kan springen. Zoals nu. Makkelijk. Dit is geen baas. Oh, finally. Mag ik je dan aan de andere kant toe? Wat lief. Dit is eigenlijk gewoon de makkelijkste truc om hem te verslaan. Wachten tot hij zijn helmpje open doet. Kijk op zijn positie. Nou, als hij dus zeg maar echt het hele plateau onderneemt, spring je gewoon aan de andere kant toe. Maar als hij in het midden gaat, ga je gewoon aan de zijkant staan zoals zo. En schiet hem tegen een ding aan. Wat leuk. Ik weet nog niet eens of hij echt een zwakte heeft of iets. Maar volgens mij boeit het ook heel erg weinig. Dag, Dr. Wily. Was leuk. Ik snap niet waarom dat... Ik heb echt geen goede woorden meer over dit spel. Ik ben teleurgesteld. Nou, dan krijg je zoals altijd, krijg je dus de final stage. Omdat, ja... Hij was ook kort. Je hebt hier maar twee bazen eigenlijk. Had er... Mega Man 2, die had die robotdraak. Die had die kamer. Die had dat andere beest. Die had die kamer. Die had die bomkamer. Zoveel verschillende dingen die je eigenlijk zeg maar had in die game. Zoveel verschillende bazen. Dan kreeg je de bosroom. Die had echt heel veel aparte bazen. Deze die had er maar twee. En die andere, daar waren gewoon robotjes die op en neer blijven lopen. Wil jij weggaan? Mag jou niet. Oké, nou. I am falling. Oké, dat was spectaculair. Heel erg leuk. Hi. Ik schiet jou eventjes neer. Vind ik vast en zeker niet erg. En dan komen we aan bij onze baas. Nou, Dr. Wily. We hebben nou zoveel spanning gehad. Of zoveel vervelingheid. Jij komt aan met een gigantische... Oké. Zijn zwakte. Een pijl. I'm not even joking. Zijn eerste fase, zijn zwakte, is een pijl. Wauw. Dit is nog niet eens een actueel wapen. Hoi. Dan krijg je zijn tweede fase. Een van zijn favoriete fases die hij non-stop doet. En daar is Gyro Attack heel erg sterk tegen. Waarom? Gyro Attack kun je hem overal mee raken. Yay. Volgens mij was het een echte zwakte hierbij. De Crystal Eye. Maar ik weet niet, ik gebruik liever altijd, eigenlijk altijd de Gyro aanval. Omdat ja, je kunt hem dan non-stop eigenlijk raken. Dus ja... En het enige wat hij doet is op het moment dat hij verschijnt, dan schiet hij dus zeg maar één blast schiet hij naar beneden en een cirkel van 4 blasts. Dat is alles. Dus je wacht op hem. En that's it. Ik kan hier gewoon blijven staan. Dit is gewoon... Ja. Dat is het gewoon. Ah, ik was te ver weg. Wat flame.
En mocht je nou denken bij eigen van ja, mijn Zelda play, je hebt niet genoeg aanvalskracht. Ik heb nog een M-tank liggen en ik weet niet hoeveel E-tanks. En ik weet het, ik faal ontiegelijk hard in dit spel. Maar ik weet waarom. De grootste reden waarom dat ik zoveel heb gefaald in dit spel... heeft gewoon te maken met het feit van... cheap deaths... geen zin eigenlijk hebben in. Hoe is het mogelijk dat ik hier ergens geen zin in hebben? Maar ik zal zelf even eens kijken, volgens mij... of beat. Zal ik eens beat proberen? Ik ga gewoon eventjes met ik ga gewoon een M-tank even inzetten. Misschien heel erg cheap, maar ja, ik heb het een beetje gehad met het spel. Interessant geluid. Het is net alsof dat de telefoon afgaat zonder enig oponthoud. Laten we eens Beats even voor de grap inzetten. Oké, nou echt veel doet dat niet. Oké. Laten we dan eens die Crystal Eye proberen. Volgens mij was het echt Crystal Eye waar die zwak voor was. Nee, ook niet. Interessant. Nou, dan blijven we gewoon Gyro gebruiken. Ik vind het best. Geen zin om andere dingen uit te proberen. Klote vliegt onderop. Maar ja, wat dus het grootste nadeel is, is je ziet dus niet waar dat hij verschijnt. Dus mocht hij in één keer zeg maar op de plek waar jij staat verschijnen, dan heb je dus geen kans om te ontwijken. En zoals je ziet heb ik weer een e-tank nodig, omdat ik hier gewoon dus echt aan het slapen ben ondertussen. Sorry van de vele e-tank gebruik. Ik weet het, ik zuig in dit spel. Ik ben echt heel slecht in dit spel. Andere Mega Man games, nou ja, kijk maar naar mijn Mega Man 2 en 3 run. Daar ben ik ook, daar ben ik uber pro in. Yay! Eens kijken of ik dit nou kan zonder extra e-tank. Yay. Dus ja, ik denk dat ik ondertussen... Ja, trouwens, nee, dat doe ik liever bij de credits. De hint voor de volgende Let's Play weggeven. Dus, I'm sliding. Auw. Op zich doen zijn Power Blast wel veel schade. Ik denk dat het makkelijkste gewoon eigenlijk de Megabuster blijft. Ja, mooie dodging skills. Dat dacht ik ook. Dank u. Auw. Oké, dus nog één hit en ik zou toch weer een beetje... Maar ik ga gewoon over naar mijn Megabuster. Dit duurt mij te lang. En natuurlijk is het dan weer te ver weg. Jongen. Wees niet zo cheap. Wees geen cheap. Dank je. Nou, nog een keer laag. Nee. Ik neem geen risico. Ik neem geen risico. Nou, maar hopen dat het dus zeg maar niet nodig was geweest. Kijken of het verspeelde moeite is, die e-tank. Die e-tank was niet nodig geweest. Oké. En hij had een kloon, want zijn schaduw zat er dus net nog in. Ik kon naar je toe lopen. Ga je pakken. Ga je pakken, Wily. Ga je pakken. Ja, ik ga je pakken. Waar ben je nou mee, grote flop? Stages. En we hebben dus zeg maar onze Dr. Light gered. En op een of andere vage manier explodeert alles. Oh! Superkrachtige Mega Man! Wily ontsnapt weer. Fluitje. Wauw. En in één keer blijft het hangen, dus even voor een paar seconden. Nou ja, maakt niet uit. Dr. Wily die vliegt er weer vandoor. Protomon zien we in de hoek. Zijn Fortress die stort in. Protomon sluipt er stiekem tussenuit. Moet hij zelf weten. En we krijgen de credits! Oké, nou ik zeg heel erg eerlijk, ik vond deze Let's Play verschrikkelijk. Maar dat heeft gewoon te maken met dat Mega Man 5 mijn ergste Mega Man ooit is. Was waarschijnlijk ook wel te merken. Dus, ja. Sowieso is het ook heel erg warm en is het moeilijk om entertaining commentaar te geven bij zo'n spel. En is het ook heel erg vermoeiend om nou dan zulke Let's Plays te doen. Maar ja, we hebben hem gedaan in 4 parts.
Hij is klaar. Ik hoef niet meer naar terug te kijken. Jee, daar ben ik zo blij om. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Jee! Een beetje nog voorstel ik ervoor win. Oké, ja, nou, dan ga ik nog niet eens meer forceren. Dus ja, ik wil morgen sowieso dan zeg maar weer een modded survival klaar hebben. Dus ik hoop dat ik vandaag kan opnemen. En voor de let's play die van maandag van start gaat, wachten jullie eigenlijk een beetje nou een hint. Dus laat ik ook maar die hint geven. Hier komt ie. It's in HD. En daar mogen jullie het mee doen. Was de hint niet duidelijk genoeg? It's in HD. Dat is de hint. Ik weet het. Deze hint was heel erg makkelijk, omdat ik toen zat hint, hint en weet ik het allemaal nog meer. Hiermee moeten jullie het doen. Het is alles wat ik jullie geef. Dus, zonder enig oponthoud. Hoop ik dat jullie deze let's play toch wel een beetje leuk vonden. Ik zelf vond er geen vlek aan. Echt heel erg plat gezegd. Ik vond echt deze let's play verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik er klaar mee ben. Ik ben blij dat hij dadelijk geüpload is. En dat ik nooit meer aan Mega Man 5 hoef te denken. Daar ben ik echt zo super blij om zijn. Dus. Daal Suke Sakuma Siyamago Waika Kamaya Yagamaishana. Ik kan het nog niet eens voorlezen. Ik heb er de kracht gewoon niet meer voor. Zo erg is het. Dus ja. Wat verder met jullie? Ja, ik ben nog ideeën aan het opdoen voor hoe dat ik de volgende Let's Play aan ga pakken. Aangezien dat het een... ik ga er niet meer over zeggen, anders zou ik misschien nog stiekem hintjes weggeven waar ik eigenlijk niet van plan ben. Ik heb echt helemaal niks meer te zeggen over Mega Man 5. Ja, oké, waarom is Mega Man 5 de slechtste? Sowieso de bazen, heb ik al verteld, zijn waardeloos. Ik bedoel, ze zijn echt niet herinnerbaar. De items die je ervan krijgt, kun je bijna niet gebruiken. De enige waar je leuk mee kunt spelen, dat is de Super Arrow, vind ik persoonlijk. De stages die zijn heel erg saai, vind ik persoonlijk. De muziek is heel erg bland. Als je dan zeg maar bij Protoman zijn kasteel bent, dan ben je zo doorheen omdat de drie dezelfde bazen zijn. Bij Dr. Wily heb je twee bazen, heb je de 8 robots. Het is echt gehaast in elkaar gezet. Dus ja, ik heb er echt weinig positiefs over te zeggen. Ik denk dat hij meer op irritanter niveau zit als echt... Mega Man 2, die ken ik echt zo vaak achter elkaar spelen. En dit spel, ik heb hem toen gedownload, omdat ik gewoon echt een... Dat was toen voor een Mega Marathon, geloof ik. In het Engels toen die tijd nog. En ik heb toen echt heel erg verloren gehad met die Mega Man Marathon. Maar deze Mega Man, die heb ik eigenlijk nooit leuk gevonden. Elke keer als de... Dit is mijn what the poop moment in de Mega Man series. Laat ik het zo zeggen. Dus... Maar ja, het is presented bij Capcom. Ik druk nou op knopjes en niks verandert meer. Piet vliegt daar dus. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk zo'n momentje van heel deze Let's Play? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Laat een like achter voor de moeite als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter. Druk even op de like. Als je daar de tijd voor hebt, druk even op de like knop. Voor mijn ellende van Mega Man 5. Ik hoop jullie natuurlijk weer morgen te zien. Hopelijk bij een nieuwe aflevering van de Modded Minecraft. En maandag gaan we dus beginnen met de volgende Let's Play. In HD. Tot dan jongens, bedankt voor het kijken en bedankt voor het steunen en er doorheen jagen van deze Mega Man 5 game. Ik dank jullie voor het kijken. Doei!